De regering is voorstander van een optimale en duurzame watervoorziening. Zo heeft president Santokki op dinsdag 11 juli 2023 benadrukt bij het start zijn voor de boring van een tweede waterbron in Henaar in het district Nikeri. Deze bron moet de watervoorziening in het gebied helpen verbeteren. Behalve het staatshoofd legde ook minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, SWM-directeur Clifton Linga en districtscommissaris Senrita Gobardan de nadruk op kwalitatief goed drinkwater. Het is een bijzonder moment om vandaag hier te staan, omdat we allemaal weten wat er allemaal ervoor heeft plaatsgevonden. Een moment om blij te zijn. En de reden dat ik dat zeg is dat een project welke tientallen jaren geïnitieerd moest worden, vandaag een feit wordt. Ten slotte wil ik zeggen, president, ik Sakamoniki SWM. En de president Sakamoniki SWM, de president Srivosha Motion. Omdat we opereren, maar we kunnen niet zo snel opereren, want er is heel veel te doen. We moeten verschillende gebieden nog van drinkwater voorzien. Ik weet dat de president bezig is met dat van Kommewijnen. De plaatsen als Alkmaar, we hebben al gesproken. En daar gaat hij voor de materialen zorgen. En dan geloven we dat dat gedeelte we gaan kofferen. En precies zo gaan we, step by step, zoals de president het zegt, alle gebieden aanpakken. Zoals we ons gecommitteerd hebben als land internationaal, dat alles ranamang, moest men op toegang tot veilig, tot schoon drinkwater. Is ook een van de Sustainable Development Goals. Lek Kondre, we hebben ons gecommitteerd daaraan. Dat is het beleid van de regering. Dat is het beleid van SWM. Om zoveel als mogelijk alle Surinamers. En het maakt niet uit waarvan Suriname je woonachtig bent. Op dit moment zijn we hier in het westen van het land. Maar lek van president Srif Sabi, directeur SWM Sabi, directeur Water NH Sabi. Hoe de overal in Akondre. As we speak zijn er ook mensen op dit moment in het boven Suriname gebied, in het Tapanahoni gebied. Overal proberen we de Surinaamse gemeenschap van schoon, veilig drinkwater te voorzien. We starten dit jaar. Het was een andere helft, een betere helft met meer doelpunten, met meer ontwikkeling, met meer verlichting. En dat is wat het volk van Suriname verdient. Namelijk teruggeven voor de offers die zij gebracht hebben. Teruggeven vandaag aan Henaar voor de offers die jullie gebracht hebben. En binnenkort hebben jullie volop water. Maar gaat u zuiniger mee om. Gefeliciteerd, minister, directeur, DC, DNA-leden, alle aanwezigen, het bijzondere bewoners van Henaar. God bless you all. Thank you. Dit moment zeker een belangrijk moment is voor de bewoners, maar dat neemt niet weg dat ze zware offers hebben gebracht, dat we ongerief hebben gehad. Ik heb het gemerkt met die telefoontjes, met de apps, als een bedrijf stopte met het aanleveren van water. En daarom hebben we als regering hele hoge prioriteit hier aan gegeven. Nogmaals, finance was geen issue. Alles had te maken met soms koersverschillen. Alles had te maken met een stukje planning van het bedrijf dat ook andere verplichtingen heeft. Alles had te maken ook met de juiste timing. We zijn er. We zijn er, maar we hebben wel ervoor gezorgd dat in die tussenfase we wel een volop water geleverd hebben. We hebben 3 bedrijven gehad die we gecontracteerd hadden. Ja, we komen uit een diepe crisis. De financiële middelen zijn er niet altijd beschikbaar om waterterughouders op tijd te betalen. Er is een achterstand in betaling. Maar alles wordt nu ingelopen. Van vorig jaar is alles al betaald.
Er is een kleine achterstand voor dit jaar, maar ja, die bedrijven hebben ook onkosten, moeten ook personeelskosten maken, moeten ook heel wat betalingen doen. Daar heeft het soms aangelegen dat bedrijven gestopt waren, maar ja, we zijn er, we gaan nu voor een duurzame oplossing.